Dag. Goedemorgen. Mevrouw Van Raak, neem ik aan. Van Raak. Ik kom dit keer voor. Mevrouw Van Raak. Dus, 2 jaar geleden staan we hier ook in de tuin. En we zijn een soort vast ritueel te worden. En wij komen weer graag bij u op bezoek. In ieder geval vinden heel veel mensen het belangrijk. We hebben aangegeven belangrijk te vinden dat we vandaag weer langskomen. Ja. Dat heeft met name natuurlijk met het Rode Kruis te maken, maar ook met een aantal andere activiteiten. Mm-hmm. Ik zal die even, ik heb een heel briefje bij me, dus ik zal wat dingen opnoemen. Want, ja, mevrouw Van Raak is een van die mensen die we vandaag gelukkig een aantal hebben die heel veel vrijwilligerswerk doen, ook bij verschillende instellingen. En, allerlei activiteiten al heel lang verrichten. En dat is heel waardevol dat we mensen zoals u in Asten hebben. U bent al bij het Rode Kruis al 17 jaar actief. Ja. Samen met uw man. Ja. Vanaf 93 vrijwilliger bij de afdeling Helmond. Hij doet allerlei activiteiten daar waar u overigens, dat las ik en daar staan we niet altijd bij stil, ook allerlei opleidingen voor moet doen. Want je bent toch een soort, op die reizen als je meegaat, moet je toch een soort ook verpleegsters, ga ik wel verpleegsters mee, denk ik, maar je moet toch ook een aantal dingen heel goed kunnen. En die opleidingen moet je ook iedere keer actualiseren en bijhouden. U gaat in ieder geval 1 week per jaar mee als begeleider op het hotelschip Henri Dunant, die jullie allemaal kennen. U gaat altijd jaarlijks mee met ziekenbedevaart naar Boreng, in de Ardennen. Dan gaat u morgen naartoe. Dan zal ze haar koffers uitpakken. Ja, anders had ik u uitgenodigd voor morgenochtend, maar dat kan wel niet. U bent ook hulpverlener in de vakantiebungalow hier van het Rode Kruis in Zomeren. Ja. Actief vanuit het Rode Kruis, zoals zoveel mensen gelukkig van het Rode Kruis, ook bij evenementen die hier in de regio plaatsvinden. Zoals de Kennedy Mars en andere grote evenementen. Het Ziekentridium, als ik het goed uitspreek, in Helmond. Ja. 3 dagen voor zieken en gehandicapten. Het vervoer vaak van mensen met rolstoel, met het busje. Kortom, eigenlijk te veel om op te noemen. Je heeft volgens mij ook nog in het kader van de rampenbestrijding een paar jaar opvang en verzorging gedaan. Ja. Dat weet misschien niet iedereen, maar in het kader van rampenbestrijding doet het Rode Kruis ook, als we heel veel mensen moeten opvangen, verleent het Rode Kruis daar een ondersteuning bij en die draaien ook altijd mee in onze oefeningen, zoals vorig jaar nog bij Oostappen. Dat is al heel wat. Daarnaast doet u ook nog andere dingen. U bent vrijwilliger bij de zwemvereniging De Punderman. Ja. Daar assisteert u bij zwemles, EHBO, allerlei activiteiten. U heeft ook diploma zwemleider A, begreep ik. Ja. Je mag ook diploma's afnemen. Ja. Ja. En u bent vrijwilliger geweest bij de Sint-Jozef, de Jozef-parochie van 87 tot 97. Als lid van de vormselgroep, parochieblad, alle activiteiten die daarmee samenhangen. En tot slot bent u ook nog heel lang actief geweest bij de gym- en turnclub De Molenwiek. Ja. Maar vooral als jurylid. De jurering van allerlei wedstrijden. Nou, dat is een heel lijstje. Nou, heb ik het op een briefje staan. En dat is de reden dat haar majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Die heb ik bij me. Nou ga ik, vorige keer mocht u me opspelen, nu mag mijn mama me opspelen. Hoe is het nou voor u? Want u weet hoe het gegaan is bij uw man een paar jaar geleden en dan bent u aan de beurt. Nou, toen ik de burgemeester voor de deur zag, dacht ik het wel. Ik denk, nou, dat kan nooit voor hem weer zijn. Nee. 2 keer, dat is een beetje. En dan hoor je nog eens die hele lijst wat er allemaal aan vrijwilligerswerk door u gedaan is. Heb je al zoiets van, nou... Nee, dat doen we nog.
Dat doen we nog steeds. Morgen weer naar Boren, dus nee, daar houden we vol, zolang als het kan. Ja. Ja. Weet je, ik was er dus 2 jaar geleden ook bij. De passie waarmee u dat toen vertelde, was gigantisch. En dat is nog steeds zo gebleven? Ja, dat is nog steeds zo. Ja, ja, want mijn man is ondertussen met pensioen. Mm-hmm. En toen vroegen ze bij het zwemmen van stop je nou ook? Ik zeg, waarom? Dit moet ik ook iets voor mezelf houden. Dus ik blijf zwemles geven. Dus er zijn nog heel veel mensen die kunnen genieten van uw vrijwilligerswerk. Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Nou, dan is het lintje meer dan verdiend. Heel veel plezier ervan. Oké, dankjewel.